Roomboy heeft mij veranderd, jongens. De eerste Dubai vlog. Zoals je kan zien, hé toch? Badjas met Paragamo en zo. Ik kreeg er allemaal bij, dat is niet voor mij. Maar de dag gaat beginnen, we zijn wakker. Het is momenteel 1:30, zegt me, gouden horloge. Dus we gaan even kijken wat de dag gaat brengen. Let's get it in Dubai. We zijn fully Nike vandaag. Zoals de patas zijn Nike's. Alright, first day out in Dubai. Wij zijn even op zoek naar een plek waar we kunnen lunchen. En ik zie wel wat plekjes hier lekker in de zon. Maar wil je even rond? Wil je even rondlopen? Ja. Oha, ik flikker gewoon. Dit is trouwens ons hotel. Eén van de grote gebouwen. Waar is Cavalli? Hey, Roberto Cavalli, nou gezellig. Kijk jongens, daar is welbekende hotel Atlantis. Het ziet er echt niet normaal uit in het echt. We zijn aangekomen bij Theestag Istanbul Tike. En ik ga voor de chicken salad tawuk kolbaste. Kolbaste staat er zo. En die gaan we even lekker chappen, man. Fucking veel toeristen. Eigenlijk alleen maar toeristen. En wat wil je eigenlijk vandaag nog gaan doen? Ik weet niet, op het strand of de mal. Ik denk dat jij het leuker vindt. Het is nu 3:15, dus misschien... We kunnen wel aan de mal gaan, gewoon scheid. Ik bedoel, die is vast wel tot laat open, toch? Volgens mij wel, hè? Ja, we zien wel eerst even eten. Dit is je gekke cocktail, hè, Mattie? Nou, lange pide. Ik ben nog even aan het wachten op mijn chicken salad. Oh, alles is bijna op. En dan komt zijn maaltijd. Oh mijn god, dit is echt een grote salade. Healthy lifestyle, staying fit. Hey, dit is wel echt heftig, man. Had ik niet verwacht. Nee, ik ook niet. Proef eens. Cool. En? Een goede cup, hoor. Ja? Lekker, man. Heftig. Het lijkt gewoon heel veel, maar er is sla heel hoog is. Ja, klopt. Of wat is al mee? Gewoon met je schijn. De dikke auto's die beginnen al. Ik denk dat dit nog een beetje bescheiden is. Je hebt hier een mooie... Volgens mij is het een Nissan, maar het is wel een hele sikke Nissan, die witte. We hebben hier een Ferrari, mooie A-klasse, BMW'tje, Range Rover. En dan zie je daar een Bentley'tje. Gewoon normaal, hè, bro. Gewoon normaal. Weet je hoeveel mensen hier in zo'n G-klasse rijden? Ik zweer, dit is echt een monsterbak, man. Je ziet hier overal van die dikke auto's. Ja, maar ik vind gewoon al die dikke auto's vind ik gewoon dope. Het geeft motivatie. Motivatie om ook ooit in zo'n dikke bak te rijden. Starbucks in Dubai, jongens. Ik ga even iets lekkers proberen. Ik heet hier Nassim. 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 Hij is echt lekker, man. Wil je proeven voordat je jou nog drinkt? Ja, hij is echt lekker. Lekker die mint smaken en zo. Damn. Goeie, hè? Ik ben echt sterk, hoor. Ja, man. Enjoying life in Dubai, jongens. Echt. Ik voel me thuis. Kijk, we kunnen vandaag ook even die kleine mal van hier proberen. Goed. Rondkijken en dan morgen gewoon naar die grote bijvoorbeeld gaan, toch? Want het is nu zeg maar... Ja, mij maakt het echt niet uit, man. We moeten even checken. Meer, you want to eat with 5 guys? Dit is zeg maar waarschijnlijk de kleinste mall die er is. Maar waarom is die zo... Hij lijkt zo ingezoomd. Is die ingezoomd? Nee. Jesus. Maar het is een kleine mall. Omdat het al veel te laat is om nog naar die grote te gaan. Dus we gaan even kijken wat ze hier hebben, man. Kijk eens hoe dit eruit ziet, jongens. Het ziet er wel groot uit, man. Tering, hé. Zoals jullie weten zijn we hier in Dubai en we zijn op reis. Met de vrouw. Nou, we gaan zo dik, ouwe. We gaan zo dik, ouwe. Wanneer je zelfs in Dubai mee moet naar make-up winkels, man, bro. Dat stopt nooit. Hey, jongens, ik weet niet hoor, maar ze hebben hier gewoon een Umbro collectie, bro. Besef hoe serieus ze het hier nemen. Motherfucking Umbro. Ik droeg vroeger deze shit, hè. Umbro, man, bro. Nee, tuurlijk is het niet in, man. Dat draagt toch helemaal niemand meer. Hè? Hij is wel mooi. Is het niet te strak?
Ik weet niet, ik vind hem wel goed. Jij? Ik heb het gevoel alsof hij net iets te strak is, dus ik wil forceren. Is dat dik, hè? Ja. We hebben hier net ijs gehad. Ik heb is een mint met chocolade. Chocolate cookie crackle. Chocolate cookie crackle. Lekker man, lekker man. En de ijsje? Ijsje kost 10 dirham. Hoeveel is dat? 10. Gedeeld door 4. Nog 2, weet je nog wat? Ja. 2 euro zo. We zijn buiten en het is alweer donker. God non de ju. Het is alweer donker, hè? Het is alweer donker, man. Het gaat wel snel, hoe laat is het nou? Het is nog geen... Het is half 7, man. We hebben het kleinste shoppingmall gezien. Er is geen zak aan. Nee, valt niet. En we gaan dan morgen waarschijnlijk naar... De echte mall? Ja. Gaan we ook naar... De Dubai mall. Maar gaan we dan in de buurt van die Burj Khalifa gebeuren daar? Of waar is dat? Ik weet het niet, ik ben er nooit geweest. Hi. Hi. Doe maar smaken. Hoe is wij zo? Hoe is wij zo? Ja, we worden nergens op slaap. Ben je alleen op de doe zwaai, doe zwaai. Hey. Zeg hoi. Nee, zeg nou eens hoi. Hi. Eerlijk, in de nacht ziet dit er nog erger uit, man. Kijk hoe sick. Die boot voor een zwembadje. Heeft die boot een zwembad? Ja, zie je dat? Waar? Daar. Die blauwe. Oh, daar ook. Ja. Oh, dat is wel eng, man. Met een fontein. Hoe heet dat, zo'n waterval? De eerste die we hebben gezien. De Lamborghini. Hij gaat zo dik, ouwe. Hé hey man, deze auto, man, bro, man. Ik ben aan het twijfelen. Ik moet toch zeg maar zo'n tasje hebben, zo'n heuptasje. Gewoon voor geld, spulletjes, camera en zo. Maar ik twijfel of ik nou moet wachten tot morgen dat we naar de mall gaan. En misschien naar een Nike store en daar een leuke tas vinden. I got it, fam. I got the bag, fam. Man. Wil je niet doorlopen? Ah, jongens, ik heb eindelijk een tasje. Fucking blij. Dan hoef ik niet meer... Oh, dit alles om in mijn zakken te doen. Alles in een tasje. En lijkt weer op een stereotyperend persoon. Ja. Lekker man. Dat doen we het voor. Ik heb dus net die Lacoste tas gekocht. Maar mijn vlogcamera die past er niet in. Dus ik ga even terug naar Lacoste om te vragen of ik hem misschien mag veranderen naar die andere tas. Die groter was. En dan ga ik ook gelijk die portemonnee erbij halen die erbij past. Maar ik hoop dan wel dat ik het mag wisselen. Want ik weet niet hoe ze... Hoe streng ze hier zijn en hoe ze met de regeltjes bezig zijn. Ik heb wel de bon nog steeds. Dus ik hoop dat ze hem terugnemen en dan kan ik gewoon die andere kopen. Want deze is echt... Hij is te smal, man. Mijn camera past er niet in en portemonnee, telefoon. Nee, toch, is net te smal. Het is gelukt, jongens. Ik heb de andere tas gehad. Kun je nog even kunnen zien. Nieuwe tas. Hij is breder. Mijn camera die past erin. En ik heb ook nog eens Lacoste portemonneetje erbij gehaald. Fucking dope. Karaol. All outfit complete, man. En ik ga nu snel naar Miriam. Miriam die ligt even op bed in het hotel. Die is helemaal kapot van vandaag. En we gaan nu eventjes bijkomen. Het is momenteel 7:45. En we gaan straks even onszelf even weer opmaken. Opmaken. Klinkt zo fucking gay. Even douchen. Nou, kijk deze auto, man, bro. Dit is een hele enge auto, man. Strijders, kijk ze erin. Mooi hoor, Nes. Mooi. Hey, jongens, wij zijn in fucking Dubai. As you all know. We gaan nu naar, hoe heet die plek? Ah, ik vind het leuk dat je mijn hoofd filmt. Hoe heet die plek? Shake Shake? Shake or Shake? Weet ik niet meer. Shake and Bake? Bij Jumeirah Beach in ieder geval. We gaan burgers eten. We gaan iets aan burgers maken. Alright, we hebben het gevonden. Het heet Shake Shack. Dat was de Shake Shack. De naam die we moesten hebben. Het is wel echt bekend, hè? Heel veel mensen hebben hier ook al gegeten. Het lijkt me zo'n plek. Ik heb het nog nooit gehad. Nee, ik heb ook nog nooit gehad, maar het zijn wel heel veel mensen die hier al hebben gegeten en die zeggen van, yo, dit moet je echt proberen. Wij gaan bestellen. Ik wil een Shack Burger en cheese hot dog, crinkle cut fries, cheese fries. En wat ga je drinken? Cola. Gewoon een colaatje. Ja. Lekker man. Ja jongens, hij gaat af. Hij gaat af. Nou, ik ga eten halen. Doe maar rustig hoor, Jezus. Oké, hij blijft gewoon afgaan.
Even kijken. No. Hello. Hi. Welcome to Shake Shack, Mr. Nazim. Yes, that's me. Please, ketchup, mustard, mayonnaise. Thank you very much, man. You're welcome. Hij kent gewoon mijn naam. Ik ga stuk. McDonald's heeft niks op dit, man. No. Accepteer hem. Oh, wat dit? Nesim gaat de burger proeven. Dit is hem, jongens. Kijk. Eerste reactie. Gaan we chappen. En? Echt lekker? Oh, zo lekker. Ik ga hier eventjes een ijsje halen, maar ik ga mijn camera niet meenemen. Want anders gaat hij misschien weer zo'n hele show geven en ik wil gewoon een ijsje. Ik heb geen zin in al die heel circus. We hebben mijn tweede ijsman vandaag. Altijd als ik op vakantie ben, chop ik al die ijsman. Maar dit is die Turkse ijs, of die lekkere, die kauwgom ijs. Iets zegt mij dat ik ben genaaid met het ijsje net. Ik heb... ik kwam er later pas achter. Ik dacht van, wacht even. Het is wel een beetje duur voor een ijsje. Ik heb net 35 dirham betaald voor een ijsje. Dat is 8,40 euro of zo. En ik heb 8 euro voor een ijsje? Oké. Dit is hoe ze zeg maar in Dubai adverteren. Dan staat er overal van die dingen van we have the most exclusive cars, the most, the brilliant, the most the biggest. The biggest, the best. We have the best, the exclusive cars. Alles is de beste. De grootste, alles, de luxe. Alles is groot, luxe. De beste wat ze maar hebben. The best, it's the best, the exclusive, the biggest of the world. Maar ze willen ook graag overal de beste in zijn. Ja, fucking graag willen ze dat. Het groter is, mooier. Is zo. Maar in ieder geval, wij gaan nu eventjes naar ons hotelkamer toe. Om even bij te komen van een ongelooflijk heerlijke maaltijd. We hebben echt lekker gegeten. En we gaan natuurlijk ook de vlogs editen. Which means dat, ja, tenminste vlogs editen. Ik weet nog niet of ik deze vlog wil gaan editen, want ik wil misschien nog even naar de gym gaan. En dan kan ik ze dat ook laten zien. Maar natuurlijk willen ze ook de gym zien. Dat willen ze echt niet zien. Ja, dat weet ik niet. Misschien willen ze dat wel zien. Nou, ik ga in ieder geval jullie de gym laten zien straks. Maar ik ga alvast de vlog van gisteren editen, dan heb ik dat al gedaan. Ik ga toch wel de vlog eindigen hier. Want ik wil gewoon heel graag deze vlog even editen nu, dan heb ik dat gewoon al gedaan. En ik laat jullie wel gewoon de andere keer even de gym en zo zien. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. We hebben vandaag niet zo heel veel gedaan omdat we nog een beetje suf waren van de hele reis. Misschien noemen ze dit wel een jetlag. Ik weet niet 100% zeker, maar we waren wel gewoon helemaal gesloopt. Morgen gaan wij naar de Dubai Mall. Dat is de grootste mall in Dubai. Dan gaan we nog even kijken wat er nog allemaal valt te doen daar in de buurt. We willen ook nog naar Atlantis gaan. We willen misschien nog even op fucking kamelen rijden en shit. Misschien nog naar... zwempark, ik weet niet, maar we moeten even kijken wat we allemaal gaan doen. Ik ga sowieso ook even wat googlen. Maar ik wil je alvast bedanken voor het kijken naar vandaag. Voor het kijken naar deze vlog. Ja man, laat een leuke comment achter. Abonneer en ik zie jullie weer in de volgende Dubai vlog. Peace.